Kijken naar het vierde gevecht, de vierde match in dit internationale kickboxgala. Het is een Europese titel tussen de Engelsman Ronnie Green uit Manchester en de Nederlander Yao Viera uit Rotterdam. Het is een gewichtsklasse tot 60 kilo en we gaan erin bij de eerste ronde en de scheidsrechter is Jan van Looyen. Op heden een zeer gelijk opgaande strijd tussen Green en Viera. Ja, een fanatiek aanvallende Viera toch hier. Maar Ronnie Green verdedigt zich goed en is zeer geconcentreerd aan het vechten. In het publiek, de mensen zijn zeer geconcentreerd en kijken naar dit gevecht. Opvallend is ook dat beide vechters, evenals in voorgaande partijen, zeer aan elkaar gewaagd zijn. En dat getuigt aan een goede selectie van de promotors. Beide heren blijven in de aanval hier. Er is ook nauwelijks kwaliteitsverschil tussen de vechters. Het is een technisch hoogstaand gevecht. En hier gaat hij onderuit. Je ziet het, de beelden spreken voor zich, maar dat neemt niet weg dat het een uiterst spannend gevecht is. Wat nogmaals technisch heel hoog staat, is, u zag dat hier weer. Ja, die Green die heeft een tijd in Thailand vertoefd en aan zijn techniek is duidelijk te zien dat hij geïnspireerd is door de Thais. Maar Viera laat zich echt niet uit het veld slaan. Inspiratie of geen inspiratie. Dit uitstekende technisch hoogstaande gevecht is tevens het laatste gevecht voor de pauze, waar straks Hans Boskamp een aantal vragen zal stellen aan promotor Henk de Vries. En het zal mij benieuwen of dit nog een overwinning voor beide heren op zal leveren. Het lijkt me zo aan de puntentelling te zien dat dit een onbesliste strijd gaat worden. Ik verifieer dit even met de jurytafel. Ja hoor, het wordt een onbesliste partij. En Hans Boskamp vroeg zojuist aan Henk de Vries wat er allemaal komt kijken op zo'n kickboxgala.